Dames en heren, welkom bij de zesde video alweer in deze Civil-reeks. Mijn naam is de Haagse Hogeschool en dit keer gaan we het hebben over het verticale alignment. En bij de Civil-toepassingen noemen we dat een profile. En dat gaan we nu ook creëren. Nou, in dit geval is het wel van belang dat je de vorige oefeningen hebt gedaan. Dat je zowel je bestaande situatie als een alignment hebt gecreëerd. Want deze heb je namelijk nodig om je profile aan te refereren. Nou, mocht je nou denken van dadelijk bij de profile van nee, lastig, ik wil toch nog wat aanpassen in dat horizontale alignment, klik hem dan eventjes aan en dan kun je bij de Geometry Editor, krijg je zo je toolbar weer terug om hem aan te passen. En dat werkt ook bij alle andere zaken zo. Nou, wij willen nu een profile gaan creëren en natuurlijk gaan we weer net zoals in de vorige video bij Create Design, bij Profile. En dan gaan we hier wat uitzoeken en dit keer pakken we dan niet de creation tools, maar we gaan create een surface profile creëren. En waarom pakken we nu in dit geval deze? Nou, je kunt daarmee je bestaande situatie direct in het profile laten opnemen. En dat is wel zo makkelijk. Dan hoef je dat namelijk al niet meer te tekenen. Dus die klikken we erbij. Nou, dan vraagt hij hier welk alignment wil je pakken. Dat gaat dus om je horizontale alignment. Nou, in ons geval oefening 1. Dan pakken we een surface waar we hem aan willen refereren. Dat is in dit geval bestaand. Dus die klik je aan en die voeg je daarin toe. Zodat die hier beneden in komt te staan. En daar kun je nog meer surfaces aan toevoegen op het moment dat die over meerdere heen loopt. Dus dan krijg je daarbij ook de basisbestaande situatielijn. Nou, dan heb je hier nog de start en het eind. En die staat standaard op de volledige lengte, dus die laten we daar gewoon zo staan. En dan vertellen we daarna Draw in Profile View. Nou, als we die gaan tekenen, dan geeft het nog heel veel opties die je daarin kunt hebben. Je kunt daar een naam aan geven van je Profile View Name. Dus dat kan bijvoorbeeld de weg zijn die je hebt, dat je daar een naam aan wil geven of iets dergelijks. Dan heb je een bepaalde stijl die je kan toevoegen. Nou, kijk daar vooral eens naar wat er allemaal aan opties te zien is. Het enige wat we wel even gaan aanpassen, dat is de Profile View Height. En waarom? Omdat die altijd start helemaal onderaan je minimum en de maximum waarde. En wat wij willen is een user-specific one, zodat we net eventjes wat meer ruimte eromheen hebben, dat we ook onder de bestaande situatie uit kunnen komen met ons verticale alignment, om dat op die manier te tekenen. Dus vandaar, zet hem echt op user-specifiek en dan kun je deze waardes ook daarin netjes afronden. Nou, dan gaan we verder, verder, verder. Nou, dan hebben we dat alles en dan zeggen we Create Profile View. En dan klik je dan ergens waar je in ieder geval ruimte hebt. Dus buiten je tekening. Nou, dan klik je en boem, daar staat hij al. En wat is nou het leuke? Je ziet hier dus de hoogtes erin staan. Dit is dus hoe je bestaande terrein helemaal doorheen loopt. En hieronder heb je alle naampjes staan. Van waar je, of van de hoogtes die er zijn. Hieronder. Een hele volle bak met een verticaal verloop. En de reden dat dit zo helemaal op elkaar staat, is eigenlijk best wel logisch. Omdat je om de 5 meter heb je een punt staan. Nou, die zijn met lijntjes en driehoekjes aan elkaar verbonden. En bij elk lijntje wat je tegenkomt, is je verticale verloop net wat anders. Nou, dat ziet er dus niet heel mooi uit. En ga dan eens kijken of je dat kan aanpassen. Je hebt hier namelijk best wel veel verschillende opties, dus de Profile View Properties bijvoorbeeld. En misschien dat je hier in een van deze opties wat kan vinden om dit te optimaliseren. En die uitdaging die laat ik aan jou, want dan zie je meteen welke opties je allemaal daarin hebt. Nu hebben we de bestaande situatie en we willen niet alleen die bestaande situatie, we willen ook een weg ontwerpen. Dus we willen een ontwerphoogte toe gaan passen en dan hebben we wel die Profile Creation Tools nodig. Dus die klik je aan en je krijgt dit keer niet direct een balk of wat dan ook,
Maar hij vraagt je een layout aan te geven voor je profile view. Dus dan klik je die aan, dus ik wil hem daarop tekenen. Dus dan krijg je hier een naam, oefening 1 van het verticale. En vervolgens kun je hier aangeven welke stijl die eraan moet geven, of je er een label set aan wil geven, bijvoorbeeld een lengteprofiel die ik nu een keer aanzet. En hier zie je de designcriteria, die zijn overgenomen van het horizontaal alignment en die zijn in mijn geval links. Dus deze voegen we daar aan toe. En dan komt dit balkje er. En net zoals in het horizontale alignment werkt dit precies hetzelfde, alleen teken je continu hier zo in het vlak. Ik hou het mezelf, maak ik het gigantisch makkelijk door gewoon te zeggen van nou, één mooie lijn. Maar hij heeft hem net niet gepakt. Ja. Zo. En dit is dus mijn verticale alignment waarin dus staat dat hij 0,4% continu naar beneden gaat. Dat de hoogte hier 9,55 is. En aan de onderkant staat de metrering en wat de hoogte daar is. Dus zo teken ik al een verticaal alignment. Nou, in die stijlopties die je allemaal hebt, kun je ook de stukken laten inkleuren van wat er ontgraven moet worden. Dus hierboven en wat er aangevuld moet worden, zoals hieronder. Dus die opties die heb je allemaal. Nou, ga zelf echt eens even aan de slag om hier verschillende hoogtes in te creëren, dat wat meer meevloeit. En als je dat doet en je wilt iets precies tekenen met zo'n rechte lijn dat we net deden, dan heb je hier aan de zijkant ook een paar opties. En dan hebben we bijvoorbeeld de Station Elevation. Daarmee specify a profile viewpoint location by specifying a station and elevation. Dus dan kun je zeggen van oké, ik wil daar die afstand en daar moet hij zo hoog worden. Of je zegt van oké, we willen een bepaalde graden hebben tot een bepaald station, of je wilt een bepaalde hoogte hebben tot een bepaald punt, of je wilt de lengte van de totale helling opgeven. Dus die opties kunnen je helpen om dat rechte lijntje precies goed te tekenen, maar schroom ook niet om hier her en der eens een polylijntje te tekenen om het jezelf gemakkelijk te maken. En op die manier creëer je dus je verticale alignment. En daarmee wensen we je weer heel veel succes.